Ik ga met Henk Krol praten. En naast hem zit Leonie Sazias. Je bent de nummer 2, geloof ik, hè? Op de lijst van 50+. Gefeliciteerd met deze vangst allereerst. Überhaupt een hele prachtige lijst. Ja. Tuurlijk, Leonie, maar als ik kijk naar de kandidaten... dan denk ik dat bijna alle Kamerleden jaloers zijn op wat wij hebben kunnen aanbieden. Corrie van Brenk zit daar, Emiel Bode zit daar naast. Ook twee nieuwe gezichten. En allemaal kanjers. Ja. Kanjers, je lijkt Erika Terpstra wel. Echt niet. Lijkt er geen seconde op. Ja. Maar deze twee kanjers hebben een achtergrond dat je zou denken... dat gaat geen 5 minuten eigenlijk goed. Een VVD'er naast een FNV'er. Hebben jullie al ruzie of valt het mee tot nu toe? Corrie? Nee, wij kunnen elkaar heel goed vinden in het partijprogramma van 50+. Ik ben maar één dag VVD'er geweest. Hoor. En dat was tijdens het kiezen? Tijdens het stemmen bedoel ik? Nee, ik werd lid van de VVD toen de partijbijeenkomst was als journalist. Dan mocht je alleen in als je lid werd. Ja, maar VVD-stemmer toch denk ik wel met regelmaat, of niet? Met regelmaat, ja. Niet altijd. Ja, nee. Oké. Wat is de belangrijkste reden om nu te kiezen voor 50+ voor u? Nou, eigenlijk de laatste maanden dat ik me ergerde, niet aan de media hoor, dan moet je altijd voorzichtig zijn, aan economen, aan de algemene sfeer, alsof 50-plussers, binnenkort de helft van de bevolking, ja, bijna halve randdebielen zijn die het hartstikke goed hebben, die een enorm vermogen hebben opgebouwd. Ja. En ik verplaats me dan meer, 38 jaar journalist van de Telegraaf geweest, in de gewone 50-plusser die gezien heeft de afgelopen jaren. FUT-premie betaald, zijn FUT werd hem ontnomen. AOW werd geïndividualiseerd. 7 jaar mensen van 8,59 moeten nu 5 jaar doorwerken tot de 67. Ja. En de pensioenen, over het algemeen, zijn helemaal niet zo hoog. En dat is hard aangekomen. Ik denk dat die mensen niet helemaal begrijpen waarom ze daar slachtoffer van worden. Duidelijk. Ik kom straks ook nog even bij jou, Corrie. Eerst even met Henk Krol. We hebben een soort ideetje wat al lang en afgezaagd is en vaak gedaan is, maar we doen het toch. Dat is even aan het begin een paar ja-nee vragen. Zullen we dat meteen maar doen? Doe maar. Nee, dan moet je ja zeggen. Oh, dan moet je al meteen zeggen. Ja, dus dat even, is de inleiding. Het was een oefenvraag. Ja. 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 Goed. Feiten zijn prima, maar ze moeten niet mijn partijprogramma in de weg staan. Nee. Daarom zeggen wij ook dat het CBS bijvoorbeeld sjoemelt met levensverwachtingscijfers en inkomenscijfers op verzoek van de regering. Ja, dat zeggen wij. Ja. De AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd kan zonder extra kosten makkelijk terug naar 65. Nee, kost altijd wat. Ja, nee. Nee. Ik zou met de PVV heel goed een regering kunnen vormen. Nee. Nee. Mijn partij scoort goed, ondanks mijzelf. Ja. Ik heb er best profijt van dat kiezers een slecht geheugen hebben. Nee. Ik ben weliswaar de lijsttrekker, maar als een journalist iets naast zegt, ben ik ook een behoorlijke duwer. Nee, ik begrijp het grapje, maar dat is absoluut niet zo. Ik weet ook wel dat de meeste ouderen het beter hebben dan veel jongeren, maar mijn partij heet nou eenmaal 50+. Ja, maar daar wil ik graag uitleg bij geven. Goed, zullen we dat meteen doen? De laatste? Ja, doen. De laatste. Ja, die partij heet 50+, omdat die partij primair opkomt voor die doelgroep 50+. En dat is ook nodig, want in bijna alle partijen is de oudere kiezer vergeten. Ik ben in de Tweede Kamer, terwijl ik helemaal niet zo oud ben, ben ik toch het alleroudste Kamerlid. En mensen herkennen zich dus niet meer. En er is echt wat gebeurd. Als je gaat kijken naar de inkomensontwikkeling van ouderen, met name gepensioneerden, en je vergelijkt die met werkenden, dan is die in een paar jaar tijd 30% gaan achterlopen. Dat is niet niks. Er zijn heel weinig beroepsgroepen waar je zulke achterstanden ziet en terecht dat die groep bozer en bozer wordt. Even, want ik moet misschien even een paar dingen verduidelijken, anders is het niet helemaal handig voor de kijkers die misschien niet goed... Maar jij het maar duidelijk. Dat is, als ik aan je vraag, ik ben een lijsttrekker, maar als een journalist iets naar zegt, ook een behoorlijke duwer. Mark Bellifante, één vandaag zou door Henk Krol geduwd zijn. Nee. Weet je, we hebben het gisteren uitgesproken en het is door de camera's van Poont uitgezonden. Ik ben nou eenmaal een beetje, als ik met iemand praat, dan doe ik wel eens dit, maar dat is niet duwen. Als ik met jou praat, dan wil ik best even... Au! Of ja, dat bedoel ik. Nou, je lijkt nu sprekend op Bellifante. Oh ja? Ja, dat is een beetje wat er gebeurde. Goed. Helemaal goed. Je hebt het duidelijk gemaakt. Oké, dan is dat wat het is. Goed. Dan hebben we het nog even over de betrouwbaarheidscijfers van de man, Henk Krol, zijn een stuk lager dan van de partij. Ja, die zijn gelukkig wel weer aan het stijgen. Dat heeft natuurlijk te maken, heb ik ook aan jou te danken. Ik ben hier wel eens in het programma geweest. Ja. Dat je echt op allerlei manieren probeerde me af te slachten en met dingen kwam die ik zelf nog niet eens wist. Ja, maar dat is lastig. Daar krijg je een naarbeeld van. En het lijkt mij ook lastig als ik allerlei feiten presenteer die je dan zelf niet kent. Niet. Het waren dingen die jou waren aangereikt. Kijk, dat met die armen over elkaar al in zo'n soort... Het was gewoon niet waar. En dat is ook, geef dat nou eens een keer eerlijk toe dat er in het verleden dingen over mij gezegd zijn, met name in dit programma, die absoluut niet waar waren. Eén voorbeeld.
Eén voorbeeld. Ja. Een voorbeeld dat ik zou hebben gesjoemeld, dat ik met subsidiegelden... En het is inmiddels bewezen, de rechtbank... Het ligt nog bij de rechter. Luister, er is uitspraak geweest. Drievoudige rechters hebben erover geoordeeld. Toen ik naar die rechtbank toe moest, was ik hier welkom om er van alles over te vertellen. Want dat is leuk, kon je me inpeperen. En toen de uitspraak kwam, mocht ik hier komen vertellen... Wat moet er in februari van uitspraak gedaan worden? Wanneer? Moet er in februari geen uitspraak gedaan worden bij de rechter? Nee, in februari... Ja. In februari wordt er een procedure opnieuw uit. Ik kan je nu al voorspellen wat de uitslag in februari is. Ja? Er is namelijk geen enkel nieuw bewijs. En men blijft maar doorgaan. Wat denk je wat er dan aan de hand het is? Het gaat is over een politiek proces. Over subsidies van iets van 2 ton... waarvan niemand precies weet wie er nou verantwoordelijk voor is... dat die zijn opgemaakt. Want ze zijn die zoek. Subsidies zijn tot de laatste cent, heb ik je toen gezegd... en dat blijf ik je zeggen, zijn tot de laatste cent goed besteed. Henk, je hoeft mij niet te overtuigen. Het gaat erom dat je andere mensen moet overtuigen... die jou daarvan verdenken. Precies, en dat heb ik gedaan bij de vorige procedure. Maar kennelijk en de rechtbank, goed genoeg. Drievoudige rechtbank, heeft gezegd... er is niets aan de hand. Er is bovendien een onderzoek geweest door de FIOD... en door de Rijksrecherche. En die hebben gezegd, we hebben het helemaal onderzocht. Niets aan de hand. Ja. Maar jullie vinden dit leuk. Wie zijn jullie? De type zoals jij, daarom zit ik hier. Hallo, type ik kwam hier, ik heb de uitnodiging gekregen... om te praten over het succes van 50PLUS. Ja. Daar kan ik je van alles over vertellen, dat is hartstikke leuk. Maar je vindt het veel leuker... Niet met dat vingertje wijzen. Dat doe ik wel, dat doe jij ook. Jij wijst meer met je vingertje dan ik. Nee, dat is Andries Knevel, dat ben ik niet. Nee, maar het is echt waar. Nou, je lijkt ineens op Andries Knevel. Oh, nou, maar daar gaat het slecht mee, dus dat ga ik niet tegen je zeggen. Gelukkig maar. Nee, maar luister, het is gewoon onzin... maar het is leuk om dat iemand na te dragen... omdat het gewoon veel te goed met die partij gaat. En daar zit ik hier want ik zit hier om die belangen van die 50-plussen te verdedigen. Zeg je nu, is dit nu een soort positie want ik hoorde jou net ook zeggen dat het een soort politiek proces was. Oh, absoluut. Iedere keer wanneer het goed gaat met 50-plus, dan vinden een aantal mensen vinden het interessant om dat soort zaken naar voren te brengen. Ja, maar het is nou eenmaal zo dat je je verleden met je mee sleurt. En zeker als dat enigszins bezoedeld is. Het is bezoedeld door buitenstaanders, mensen die mij kennen. We hebben verdorie met die kleine gaykrant destijds... hebben we ervoor gezorgd dat in Nederland, het eerste land ter wereld... het huwelijk werd opengesteld. Dat is geworden tot ons mooiste immateriële exportproduct. Maar daar ben ik apetrots op. Gefeliciteerd. Daar heeft de regering nauwelijks een cent aan bijgedragen. Gefeliciteerd. Alle projecten die wij moesten doen van de regering hebben we uitgevoerd. Gefeliciteerd. Ik heb vandaag zelfs kunnen zien dat tijdens de ministerraad onze producten werden uitgedeeld omdat men er zo trots op was. Maar er is geen cent verkeerd besteed. Nee, maar er zijn nog steeds medewerkers die een pensioen gehad hebben omdat jij je pensioenpremie niet betaald hebt. Allemaal zo'n flauwekul. Ga nou eens praten met die medewerkers. Hebben we gedaan. Die zeggen dat ook. We hebben een pensioen gehad van 4 tot 5 jaar. Oh, ik had hier gewoon niet moeten gaan zitten, want het is hier gewoon leuk om dit soort dingen na te dragen. Terwijl het inmiddels gaat naar diezelfde mensen die toen geïnterviewd zijn. Is het niet waar? Het is niet waar. Ga er naartoe. Dus ze zijn aan het jokkenbrokken? Nee, ze zijn niet aan het jokkenbrokken. Ze hebben gewoon hun geld teruggekregen. Nou, dat is heel merkwaardig. Dan zijn ze dus wel aan het jokkenbrokken. Ze waren toen misschien niet aan het jokkenbrokken, maar we hebben het keurig opgelost. Maar nooit krijg ik de gelegenheid om dat eens een keer keurig uit te leggen. Ja, je kan er wel heel boos mee nu zitten. Je legt het toch uit? Je hebt het de vorige keer ook uit Wat was de uitnodiging voor vandaag? De uitnodiging voor vandaag was, kom eens vertellen over het succes van 50PLUS. Ja. Daarom zit ik hier aan tafel. Ja, dus. En waar begin je over? Over dingen uit het verleden waarvan inmiddels bewezen is dat het niet waar is. Ja. Nee, de uitnodiging was overigens dat je hoog in de peilingen stond. Ja. Ik vraag aan jou, er zit een verschil tussen de betrouwbaarheid van de man... Ja. Die is namelijk vrij laag in betrekking tot de populariteit van de partij. Precies. Tweede vraag was, hoe zou dat komen? Dat zou komen omdat er hele vervelende verhalen over mij... En toen zei je, dat komt door jou. Nou, onder andere. En door hele grote voorpagina's die ik gelezen heb. Ja. Maar volgens mij heb ik er nu meer dan genoeg over gezegd. Ze zijn niet waar, die verhalen. En het leuke is, het dringt tot steeds meer mensen door... dat ze niet waar zijn, die verhalen. En dat is ook de reden waarom ik vrolijk verder ga. Nu is het zo dat de PVV, de Socialistische Partij, 50PLUS... alle drie ongeveer hetzelfde denken als het gaat over bijvoorbeeld de AOW-leeftijd. Ja. Dat die naar beneden moet, naar 65. Zeker. Ook al kost dat geld. Net vroeg ik van regeren met de PVV, zeg je nee. Terwijl dat toch misschien al een aantrekkelijke optie is. Ja, zolang als de PVV zulke discriminerende opmerkingen maakt over medeburgers. Ik vind, als je gaat kijken naar ons vreemdelingenbeleid... dan moet dat streng, maar rechtvaardig zijn. Ja. Maar echte vluchtelingen, daar moeten we altijd begrip voor opbrengen.
En dat is iets wat in mijn ogen de PVV niet doet. Ik vind overigens wel dat je paal en perk moet stellen. En dat niet iedereen, zeker geen economische vluchtelingen, hier zomaar welkom zijn. Dus ons standpunt op dat terrein is heel anders. En als het gaat om die 65, ja, dan hebben we met de PVV hele slechte ervaringen. Want de vorige keer na de verkiezingen, toen ze mee gingen doen, de dag erna werd dat bij het grof vuil neergezet. Ja. Dat is natuurlijk niet iets waarmee we samen kunnen doen. Ja. Maar wij kijken vooral naar de kiezers van de PVV. En die moet je niet negeren, want dat zijn mensen die misschien ook wel bij Plasman terecht kunnen komen. Want dat zijn mensen die of een proteststem uitbrengen of vinden dat ze in Den Haag onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Ja. Maar die 65, ik vraag me af, hoe lang wordt het dan 65? Is dat dan voor eeuwig? Of is dat voor 20 jaar of komende 10 jaar? Niets is voor eeuwig. Hè? Nee, maar, is voor eeuwig. Er zijn nu best al goede redenen omdat we echt veel langer leven. En omdat er minder jongeren zijn per ouder. Hè? Dat kent die sommetje wel. Vroeger 4-1. En nu straks zijn er maar 2. Dat wil ik heel graag over zeggen. Ik vraag me gewoon even mijn vraag. Maar moet je, is dat voor... Niets is voor eeuwig. Maar is dat voor 10 jaar of voor 20 jaar? Niets is voor eeuwig. Zolang als er zoveel jeugdwerkloosheid is, zou het heel goed zijn dat die leeftijd naar beneden gaat. Want is het ook gekoppeld aan de jeugdwerkloosheid dan? Het is niet gekoppeld, maar het heeft wel tot gevolg dat als er meer mensen eerder kunnen stoppen, kunnen er dus meer jongere mensen aan het werk. Dat is nog nooit aangetoond dat dat werkt. Dat is echt maar ook een, de ouderenwerkloosheid. Zolang er geen banen zijn voor die ouderen. En nou, gaat hard omlaag, hoor, mensen vanaf 45 jaar vaak al structureel werkloos zijn. Er werken nu meer ouderen dan ooit in de Nederlandse geschiedenis. Zullen we dat even vaststellen? Hartstikke dus het gaat dus heel goed met de ouderen. Een ander sommetje. Hè? In 1970 was er op elke werkende 1,7 niet-werkende. 2020 zal dat zijn teruggebracht van 1 werkende met maar slechts 1,1 niet-werkende. Dus jij kijkt alleen naar de ouderen, maar ook jongeren worden natuurlijk op de een of andere manier onderhouden door werkenden. Ja. En aangezien we steeds meer vrouwen krijgen die gaan werken en aangezien we steeds minder kinderen krijgen, is het dus helemaal niet zo ernstig als jij steeds voorspelt. Nou ja, ja goed. Sommigen zijn daar duidelijk over dat het wel. Even toch nog terug naar de vraag, gewoon voor het begrip. Want nu wordt er van uitgegaan dat die AOW-leeftijd eigenlijk elk jaar verder opschuift. Ja. En dan is nog een AOW gat dat mensen niet misschien nog kunnen voorbereiden. Precies. Vreselijk is en dat gat wordt, zoals het eruit ziet, alleen maar groter. Maar alleen maar groter. Voorbereiden. We weten nu precies wat er gaat gebeuren in de toekomst. Maar dat is een hele grote groep. Je zit daar niet op. Maar daar is een regeling voor getroffen, toch? Daar is geld voor klaar. Die regeling is... Ik zit hier te praten met een heleboel mensen die een waanzinnig goed inkomen hebben. Maar ik praat voor de mensen thuis in de huiskamer die dat niet gespaard hebben en die dat niet kunnen opbrengen. En daar wil ik graag rekening mee houden. En daar praten wij hier, binnen de grachtengordel van Amsterdam, wel even iets te makkelijk over. Maar ik weet niet wat dat betekent. Het is prima dat je je richt op de mensen thuis. Dat komt ook goed uit, want daar doen we dit allemaal voor. Maar misschien kun je ze ook vertellen hoe lang je er dan van uit mag gaan, als het aan 50 plus ligt, dat 65-65 blijft. Als mensen echt langer gezond ouder blijven, want dat is niet zo. Mensen worden wel ouder. Ja. Maar de leeftijd waarop ze gebreken krijgen, die blijft een beetje... De gezonde leeftijd is ook een stuk hoger. Ja. Willem Drees had nu toch, hè, dat is toch een beetje het voorbeeld op dit gebied. Die zei al, toen hij de AOW bedacht, zei hij al van, natuurlijk moet hij omhoog met de levensverwachting. Mm-hmm. Als Willem Drees nu zou leven en hij zou de AOW uitvinden, zou hij dan ook zeggen, 65 vind ik echt nog steeds een ideale leeftijd om het te doen? Als dan weet ik niet, ik kan alleen maar ik denk dat we het wel weten. Die wij doen, dat zou hij niet terug gezegd willen hebben, naar 65. Jullie praten altijd zo gemakkelijk geld gemiddeld. 5 jaar. Wie zijn jullie? De economen gewoon, ja. Ik ben graag de economen, dat duidelijk erop. De niet stemmende economen, toch? Oh jee, eerste dit is binnen. Afhankelijk van het soort beroep. Ik heb geen mening. Geen mening, niet stemmen. Even, Leonie. Nou ja, er wordt zo makkelijk in gemiddelde gepraat, hè? Ook als het gaat over rijke ouderen. Ja. Natuurlijk heb je rijke ouderen, maar je hebt ook heel veel ouderen met alleen AOW, een heel klein pensioentje. Hè? En vooral die middenklasse die net over die grens zitten, die dan ook nog zorg nodig hebben, die hebben het gewoon heel zwaar. Maar ook als je het hebt over 65 jaar, niet iedereen is in elk geval even fit. Nee. Hè? En, maar geldt ook voor... Het hangt ook van het soort beroep af. Maar dat en als je 65 bent... Heel veel mensen haalden hun 65 niet. Die belanden op een gegeven moment in de arbeidsongeschiktheid. Dat zal altijd zo zijn. Ja.
Maar het is wel zo dat het wel handig is dat als mensen veel langer de AOW trekken, je hebt minder jongeren om dat te betalen. Het moet wel mogelijk zijn, maar het is nu zo dat het niet mogelijk is. Ik ga even, want er zitten twee gezichten die boekdelen spreken, daar aan de zijkant. Corrie en Emiel. Corrie, ik begin even met jou. Ik heb een stuk gelezen in de Telegraaf waarin jij niet helemaal de cijfers van het CBS, over waar we het nu over hebben, namelijk de levensverwachting, die geloofde je niet helemaal. Is dat zo? Nee, ik maakte een opmerking dat ik net een ander artikel had gelezen waarin dat betwist werd. En mijn statement was, de verwachting is dat iedereen gewoon aan het werk is. Maar er gaat in de toekomst echt wat veranderen op de arbeidsmarkt. Er wordt steeds minder gewerkt. En dat zullen we toch met z'n allen moeten verdelen. En als FNV zijn we nu bezig met zo ongeveer in alle cao's willen we werken aan een generatiepact waarin ouderen minder gaan werken, jongeren een vaste baan krijgen, zodat dat naadloos in kan stromen. En de verwachting dat we allemaal aan het werk kunnen blijven en dat dat steeds maar verder doorschuift, is een idee fix. Echt een... Ja, in ik ken geen één econoom, hè, om het even namens de econoom te spreken, die gelooft in het verhaal dat als je minder gaat werken, dat dan anderen meer gaan werken. Dat is elke keer niet gebleken. Bij de FUT is dat ook bewezen. Er gaan niet meer jongeren werken. Wij gaan geen zaken van generatiepacten afsluiten in cao's als dat niet één op één vertaald wordt. Want ja, maar als je werk wil creëren in een economie, dat krijg je als meer mensen werken. Toen in de jaren 90 de vrouw ging werken, de emancipatie had eindelijk ook Nederland bereikt, de vrouw ging werken, zorgde dat voor economische groei van 3-4% per jaar en voor werkgelegenheid voor iedereen. Meer werken, langer werken, een economie laten groeien zorgt voor werk. Minder werken, eerder stoppen, thuis gaan zitten, zorgt voor minder werk. Er zijn 1,5 miljoen inactieven in Nederland. Werkloze, bijstand, mensen, WO. Die krijg je niet aan het werk door zelf ook inactief te zijn. Weet ik niet, ik ben een... Nou, dat is bewezen. Dat hebben ze overal geprobeerd. Als er iemand zegt, als we allemaal minder gaan werken, kunnen die anderen wel werken. Ik ben in maart naar de Telegraaf weggegaan en mijn opvolger verdient een derde van mijn salaris. Ik noem maar iets. Nou, dat is toch mooi? Verdiende je wel veel, eigenlijk. Huh? Ja, een stuk minder dan jij, maar ik was niet ontevreden. Ja. Nee, maar ook als je kijkt naar hoe vroeg mensen tegenwoordig beginnen. Niet iedereen studeert door tot de 28. Er zijn een heleboel die op hun 17e beginnen. En als je dan moet bedenken dat je tot je 70 door moet, ik geloof niet dat mensen daar blijven. Ja. Oké, genoeg erover. Want jullie gaan nog op kamp, geloof ik, met elkaar. Om elkaar wat beter te leren kennen. Nou, het is bijna niet meer nodig, want het is nu al zo'n leuk groepje. Ja. Hoe groot is de groep waarmee je op kamp gaat? 12 mensen. Ja, 12. Ja. Waar gaan jullie naartoe? Ergens in Oost-Nederland. Ik weet het niet. Twello. Is het Twello? Ja, Twello. Weet je Twello er ook? Tussen Apeldoorn en Oostenrijk. Ja, Twello, let op uw zaak. Ja. Ja, Twello maakt zich daar nu voor op. Ja, dat zal wel, ja. Goed. Was er 1,7 niet-werkende. 2020 zal dat zijn teruggebracht van 1 werkende met maar slechts 1,1 niet-werkende. Dus jij kijkt alleen naar de ouderen, maar ook jongeren worden natuurlijk op de een of andere manier onderhouden door werkenden. Ja. En aangezien we steeds meer vrouwen krijgen die gaan werken, en aangezien we steeds minder kinderen krijgen, is het dus helemaal niet zo ernstig als jij steeds voorspelt. Nou ja, goed. Sommigen zijn daar duidelijk over dat het wel... Even toch nog terug naar de vraag, gewoon voor het begrip. Want nu wordt er van uitgegaan dat die AOW-leeftijd eigenlijk elk jaar verder opschuift. Ja. En dan is nog een AOW gehad dat mensen niet misschien nog kunnen voorbereiden. Ach, precies. Vreselijk is en dat gat wordt, zoals het eruit ziet, alleen maar groter. Het wordt alleen maar groter. Voorbereiden, hè? We weten nu precies wat er gaat gebeuren in de toekomst. Maar er is een hele grote groep die zit daar niet op. Maar daar is een regeling voor getroffen, toch? Daar is geld voor klaar. Die regeling is... Ik zit hier te praten met een heleboel mensen die een waanzinnig goed inkomen hebben. Maar ik praat voor de mensen thuis in de huiskamer die dat niet gespaard hebben en die dat niet kunnen opbrengen. En daar wil ik graag rekening mee houden. En daar praten wij hier, binnen de grachtengordel van Amsterdam, wel even iets te makkelijk over. Maar ik weet niet wat dat betekent. Het is prima dat je je richt op de mensen thuis. Dat komt ook goed uit, want daar doen we dit allemaal voor. Maar misschien kun je ze ook vertellen hoe lang je er dan van uit mag gaan, als het aan 50 plus ligt, dat 65-65 blijft. Als mensen echt langer gezond ouder blijven, want dat is niet zo. Mensen worden wel ouder. Ja. Maar de leeftijd waarop ze gebreken krijgen, die blijft een beetje... De gezonde leeftijd is ook een stuk hoger. Ja. Willem Drees had nu toch, hè, dat is toch een beetje het voorbeeld op dit gebied. Die zei al toen hij de AOW bedacht,
zei hij al van, natuurlijk moet hij omhoog met de levensverwachting. Mm-hmm. Als Willem Drees nu zou leven en hij zou de AOW uitvinden, ja, zou hij dan ook zeggen, 65 vind ik echt nog steeds een ideale leeftijd om het te doen? Als dan weet ik niet, ik kan alleen maar ik denk dat we het wel weten. Die wij doen, dat zou hij niet terug willen hebben, naar 65. Jullie praten altijd zo gemakkelijk geld voor 5 jaar. Wie zijn jullie? De economen gewoon, ja. Ik ben graag de economen, dat duidelijk erop. De niet stemmende economen, toch? Ja. Oh jee, maar eerste lid is binnen. Afhankelijk van het soort beroep. Ik heb geen mening. Geen mening, niet stemmen. Even, Leonie. Nou ja, er wordt zo makkelijk in gemiddelde gepraat, hè? Ook als het gaat over rijke ouderen. Ja. Tuurlijk heb je rijke ouderen, maar je hebt ook heel veel ouderen met alleen AOW, een heel klein pensioentje. Hè? En vooral die middenklasse die net over die grens zitten, die dan ook nog zorg nodig hebben, die hebben het gewoon heel zwaar. Maar ook als je het hebt over 65 jaar, niet iedereen is in elk geval even fit. Nee. Hè? En, maar geldt ook voor wie er nou verantwoordelijk voor is dat die zijn opgemaakt. Want ze zijn die subsidies zijn tot de laatste cent, heb ik je toen gezegd, en dat blijf ik je zeggen, zijn tot de laatste cent goed besteed. Henk, je hoeft mij niet te overtuigen. Het gaat erom dat je andere mensen moet overtuigen die jou daarvan verdenken. Precies, en dat heb ik gedaan bij de vorige procedure. Maar en de rechtbank, de drievoudige rechtbank, heeft gezegd, er is niets aan de hand. Er is bovendien een onderzoek geweest door de FIOD en door de Rijksrecherche. En die hebben gezegd, we hebben het helemaal onderzocht, niets aan de hand. Ja. Maar jullie vinden dit leuk. Wie zijn jullie? De type zoals jij, daarom zit ik hier. Hallo, ik kwam hier, ik heb de uitnodiging gekregen om te praten over het succes van 50PLUS. Ja. Daar kan ik je van alles over vertellen, dat is hartstikke leuk. Maar je vindt het veel leuker. Niet met dat vingertje wijzen. Nee, dat doe ik wel, dat doe jij ook. Jij wijst meer met je vingertje dan ik. Nee, dat is Andries Knevel, dat ben ik niet. Nee, maar het is echt waar. Maar je lijkt ineens op Andries Knevel. Oh. Nou, maar daar gaat het slecht mee, dus dat ga ik niet tegen je zeggen. Gelukkig maar. Nee, maar luister, het is gewoon onzin. Maar het is leuk om dat iemand na te dragen, omdat het gewoon veel te goed met die partij gaat. En daar zit ik hier want ik zit hier om die belangen van die 50-plussen te verdedigen. Zeg je nu, is dit nu een soort positie want ik hoorde jou net ook zeggen dat het een soort politiek proces was. Oh, absoluut. Iedere keer wanneer het goed gaat met 50-plus, dan vinden een aantal mensen het interessant om dat soort zaken naar voren te brengen. Ja, maar het is nou eenmaal zo dat je je verleden met je mee sleurt. En zeker als dat enigszins bezoedeld is. Het is bezoedeld door buitenstaanders, mensen die mij kennen. We hebben met die kleine gaykrant destijds, hebben we ervoor gezorgd dat in Nederland, het eerste land ter wereld, het huwelijk werd opengesteld. Dat is geworden tot ons mooiste immateriële exportproduct. Maar ben ik apetrots op. Gefeliciteerd. Daar heeft de regering nauwelijks een cent aan bijgedragen. Gefeliciteerd. Alle projecten die wij moesten doen van de regering hebben we uitgevoerd. Gefeliciteerd. Ik heb vandaag zelfs kunnen zien dat tijdens de ministerraad onze producten werden uitgedeeld omdat men er zo trots op was. Er is geen cent verkeerd besteed. Nee, maar er zijn nog steeds medewerkers die een pensioen gehad hebben omdat jij je pensioenpremie niet betaald hebt. Allemaal zo'n flauwekul. Ga nou eens praten met die medewerkers. Hebben we gedaan. Die zeggen dat ook. We hebben een pensioen gehad van 4 tot 5 jaar. Oh, ik had hier gewoon niet moeten gaan zitten, want het is hier gewoon leuk om dit soort dingen na te dragen, terwijl het inmiddels gaat naar diezelfde mensen die toen geïnterviewd zijn. Is het niet waar? Het is niet waar. Ga er naartoe. Dus ze zijn aan het jokkenbrokken? Nee, ze zijn niet aan het jokkenbrokken. Ze hebben gewoon hun geld teruggekregen. Nou, dat is heel merkwaardig. Dan zijn ze dus wel aan het jokkenbrokken. Ze waren toen misschien niet aan het jokkenbrokken, maar we hebben het keurig opgelost. Maar nooit krijg ik de gelegenheid om dat eens een keer keurig uit te leggen. Ja, je kan er wel heel boos mee zitten. Je legt het toch uit? Je hebt het de vorige keer ook uit mogen leggen. Wat was de uitnodiging voor vandaag? De uitnodiging voor vandaag was, kom eens vertellen over het succes van 50PLUS. Ja. Daarom zit ik hier aan tafel. Ja, dus. En waar begin je over? Over dingen uit het verleden waarvan inmiddels bewezen is dat het niet waar is. Ja. Nee, de uitnodiging was overigens dat je hoog in de peilingen stond. Ja. Als je iets naast zegt, ben ik ook een behoorlijke duwer. Nee, ik begrijp het grapje, maar dat is absoluut niet zo. Ik weet ook wel dat de meeste ouderen het beter hebben dan veel jongeren. Maar mijn partij heet nou eenmaal 50PLUS. Ja, maar daar wil ik graag uitleg bij geven. Goed, zullen we dat meteen doen? De laatste. Ja, die partij heet 50PLUS omdat die partij primair opkomt voor die doelgroep 50PLUS. En dat is ook nodig, want in bijna alle partijen is de oudere kiezer vergeten. Ik ben in de Tweede Kamer, terwijl ik helemaal niet zo oud ben, ben ik toch het alleroudste Kamerlid. En mensen herkennen zich dus niet meer. En er is echt wat gebeurd. Als je gaat kijken naar de inkomensontwikkeling van ouderen, met name gepensioneerden, en je vergelijkt die met werkenden, dan is die in een paar jaar tijd 30% gaan achterlopen. Dat is niet niks. Er zijn heel weinig
beroepsgroepen waar je zulke achterstanden ziet. En terecht dat die groep bozer en bozer wordt. Even, want ik moet misschien even een paar dingen verduidelijken. Anders is het niet helemaal handig voor de kijkers die misschien niet goed... Maak jij het maar duidelijk. Dat is, als ik aan je vraag, ik ben een lijsttrekker, maar als een journalist iets naar zegt, ook een behoorlijke duwer. Mark Bellefante, één vandaag zou door Henk Krol geduwd zijn. Nee. Weet je, we hebben het gisteren uitgesproken en het is door de camera's van Poont uitgezonden. Ik ben nou eenmaal een beetje, als ik met iemand praat, dan doe ik wel eens dit, maar dat is niet duwen. Als ik met jou praat, dan wil ik best even... Au! Of ja, dat bedoel ik. Nou, je lijkt nu sprekend op Bellefante. Oh ja? Ja, dat is een beetje wat er gebeurde. Goed. Helemaal goed. Je hebt het duidelijk gemaakt. Oké, dan is dat wat het is. Goed. Dan hebben we het nog even over de betrouwbaarheidscijfers van de man Henk Krol. Zijn een stuk lager dan van de partij. Ja, die zijn gelukkig wel weer aan het stijgen. Dat heeft natuurlijk te maken, heb ik ook aan jou te danken. Ik ben hier wel eens in het programma geweest. Ja. Dat je echt op allerlei manieren probeerde me af te slachten. En met dingen kwam die ik zelf nog niet eens wist. Ja, maar dat is lastig. Daar krijg je een naar beeld van. En het lijkt mij ook lastig als ik allerlei feiten presenteer die je dan zelf niet kent. Het waren dingen die jou waren aangereikt. Kijk, dat met die armen over elkaar al in zo'n soort... Het was gewoon niet waar. En dat is ook, schreef dat nou eens een keer eerlijk toe dat er in het verleden dingen over mij gezegd zijn, met name in dit programma, die absoluut niet waar waren. Eén voorbeeld? Ja. Een voorbeeld dat ik zou hebben gesjoemeld, dat ik met subsidiegelden... Ja. En het is inmiddels bewezen, de rechtbank... Het ligt nog bij de rechter. Luister, er is uitspraak geweest. Drievoudige rechters hebben erover geoordeeld. Toen ik naar die rechtbank toe moest, was ik hier welkom om er van alles over te vertellen. Want dat is leuk, kon je me inpeperen. En toen de uitspraak kwam, mocht ik hier komen vertellen... Wat moet er in februari van uitspraak gedaan worden? Wanneer? Moet er in februari geen uitspraak gedaan worden bij de rechter? Nee, in februari... Ja. In februari wordt er een procedure opnieuw uit. Ik kan je nu al voorspellen wat de uitslag in februari is. Ja? Hoezo? Er is namelijk geen enkel nieuw bewijs. En men blijft maar doorgaan. Wat denk je wat er dan aan de hand het is? Het gaat is over een politiek proces. Over subsidies van iets van 2 ton, waarvan niemand precies weet. Ik ga met Henk Krol praten. En naast hem zit Leonie Sasias. Je bent de nummer 2, geloof ik, hè? Op de lijst van 50+. Gefeliciteerd met deze vangst allereerst. Überhaupt een hele prachtige lijst. Ja. Tuurlijk, Leonie, maar als ik kijk naar de kandidaten... dan denk ik dat bijna alle Kamerleden jaloers zijn op wat wij hebben kunnen aanbieden. Corrie van Brenk zit daar, Emiel Bode zit daar naast. Ook 2 nieuwe gezichten. En allemaal kanjers. Ja. Kanjers, je lijkt Erika Terpstra wel. Lijkt er geen seconde op. Ja. Maar deze twee kanjers hebben een achtergrond dat je zou denken... dat gaat geen 5 minuten eigenlijk goed. Een VVD'er naast een FNV'er. Hebben jullie al ruzie of valt het mee tot nu toe, Corrie? Nee, wij kunnen elkaar heel goed vinden in het partijprogramma van 50+. Ik ben maar 1 dag VVD'er geweest. Hoor. En dat was tijdens het kiezen? Tijdens het stemmen bedoel ik? Nee, ik werd lid van de VVD toen de partijbijeenkomst was als journalist. Dan mocht je alleen in als je lid werd. Ja, maar VVD-stemmer toch denk ik wel met regelmaat, of niet? Met regelmaat, ja. Niet altijd. Ja, nee. Oké. Okay. Wat is de belangrijkste reden om nu te kiezen voor 50+ voor u? Nou, eigenlijk de laatste maanden dat ik me ergerde. Niet aan de media, hoor. Dan moet je altijd voorzichtig zijn. Aan economen, aan de algemene sfeer. Alsof 50-plussers, binnenkort de helft van de bevolking... ja, bijna halve randenbieden zijn die het hartstikke goed hebben... die een enorm vermogen hebben opgebouwd. Ja. En ik verplaats me dan meer... 38 jaar journalist van de Telegraaf geweest... in de gewone 50-plusser die gezien heeft de afgelopen jaren. FUT-premie betaald, zijn FUT werd hem ontnomen. AOW werd geïndividualiseerd. 7 jaar mensen van 8,59 moeten nu 5 jaar doorwerken tot de 67. Ja. En de pensioenen, over het algemeen, zijn helemaal niet zo hoog. En dat is hard aangekomen. Ik denk dat die mensen niet helemaal begrijpen... waarom ze daar slachtoffer van worden. Duidelijk. Ik kom straks ook nog even bij jou, Corrie. Eerst even met Henk Krol. We hebben een soort ideetje wat al lang en afgezaagd is en vaak gedaan is... maar we doen het toch. Dat is even aan het begin een paar ja-nee vragen. Zullen we dat meteen maar doen? Doe maar. Nee, dan moet je ja zeggen. Oh, dan moet je al meteen ja zeggen. Ja, dat is even een inleiding. Het was een oefenvraag. Ja. 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 Goed. Feiten zijn prima, maar ze moeten niet mijn partijprogramma in de weg staan. Nee. Daarom zeggen wij ook dat het CBS bijvoorbeeld sjoemelt met levensverwachtingscijfers en inkomenscijfers op verzoek van de regering. Ja, dat zeggen wij. Ja. De AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd kan zonder extra kosten makkelijk terug naar 65. Nee, kost altijd wat. Ja, nee. Nee. Ik zou met de PVV heel goed een regering kunnen vormen. Nee. Nee. Mijn partij scoort goed, ondanks mijzelf. Ja. Ik heb er best profijt van dat kiezers een slecht geheugen hebben. Nee. Ik ben weliswaar de lijsttrekker, maar als een journalist... aan jou, van er zit een verschil tussen de betrouwbaarheid van de man...
Ja. Die is namelijk vrij laag in betrekking tot de populariteit van de partij. Precies. De tweede vraag was, hoe zou dat komen? Dat zou komen omdat er hele vervelende... En toen zei je, dat komt door jou. Nou, onder andere. En door hele grote voorpagina's die ik gelezen heb. Ja. Maar volgens mij heb ik er nu meer dan genoeg over gezegd. Ze zijn niet waar, die verhalen. En het leuke is, er dringt tot steeds meer mensen door dat ze niet waar zijn, die verhalen. En dat is ook de reden waarom ik vrolijk verder ga. Nu is het zo dat de PVV, de Socialistische Partij, 50PLUS, alle drie ongeveer hetzelfde denken als het gaat over bijvoorbeeld de AOW-leeftijd. Ja. Dat die naar beneden moet, naar 65. Zeker. Ook al kost dat geld. Net vroeg ik van, regeren met de PVV zeg je nee. Terwijl dat toch misschien al een aantrekkelijke optie is. Ja, zolang als de PVV zulke discriminerende opmerkingen maakt over medeburgers. Ik vind, als je gaat kijken naar ons vreemdelingenbeleid, dan moet dat streng maar rechtvaardig zijn. Ja. Maar echte vluchtelingen, daar moeten we altijd begrip voor opbrengen. En dat is iets wat in mijn ogen de PVV niet doet. Ik vind overigens wel dat je paal en perk moet stellen. En dat niet iedereen, zeker geen economische vluchtelingen, hier zomaar welkom zijn. Dus ons standpunt op dat terrein is heel anders. En als het gaat om die 65, ja, dan hebben we met de PVV hele slechte ervaringen. Want de vorige keer na de verkiezingen, toen ze mee gingen doen, de dag erna werd dat bij het grof vuil neergezet. Ja. Dat is natuurlijk niet iets waarmee we samen kunnen doen. Ja. Maar wij kijken vooral naar de kiezers van de PVV. En die moet je niet negeren, want dat zijn mensen die misschien ook wel bij Plasman terecht kunnen komen. Want dat zijn mensen die of een proteststem uitbrengen of vinden dat ze in Den Haag onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Ja. Die 65, ik vraag me af, hoe lang wordt het dan 65? Is dat dan voor eeuwig? Of is dat voor 20 jaar of komende 10 jaar? Niets is voor eeuwig. Hè? Maar er zijn nu best al goede redenen omdat we echt veel langer leven. En omdat er minder jongeren zijn per ouder. Hè? Dat kent die sommetje wel. Vroeger 4-1. En nu straks zijn er maar 2 per 1. Ik vraag me gewoon even mijn vraag. Maar is dat voor 10 jaar of voor 20 jaar? Niets is voor eeuwig. Zolang als er zoveel jeugdwerkloosheid is, zou het heel goed zijn dat die leeftijd naar beneden gaat. Want is het ook niet gekoppeld aan de jeugdwerkloosheid dan? Het is niet gekoppeld, maar het heeft wel tot gevolg dat als er meer mensen eerder kunnen stoppen, kunnen er dus meer jongere mensen aan het werk. Dat is nog nooit aangetoond dat dat werkt. Dat is echt maar ook een oudere werkloosheid. Zolang er geen banen zijn voor die ouderen. En nou, gaat hard omlaag, hoor, de mensen vanaf 45 jaar vaak al structureel werkloos zijn. Er werken nu meer ouderen dan ooit in de Nederlandse geschiedenis. He? Zullen we dat even vaststellen? Hartstikke. Dus het gaat dus heel goed met de ouderen. Een ander sommetje. Hè? In 1970 was er op elke rechtbank toe moest, was ik hier welkom om er van alles over te vertellen. Want dat is leuk, kon je me inpeperen. En toen de uitspraak kwam, mocht ik hier komen vertellen. Wat moet er in februari van uitspraak gedaan worden? Wanneer? Moet er in februari geen uitspraak gedaan worden bij de rechter? Nee, in februari. Ja? In februari wordt er een procedure opnieuw uit. Ik kan je nu al voorspellen wat de uitslag in februari is. Ja? Er is namelijk geen enkel nieuw bewijs. En men blijft maar doorgaan. Wat denk je wat er dan aan de hand is? Het gaat over een politiek proces. Over subsidies van iets van 2 ton, waarvan niemand precies weet. Ik ga met Henk Krol praten. En naast hem zit Leonie Sasias. Je bent de nummer 2, geloof ik, hè? Op de lijst van 50PLUS. Gefeliciteerd met deze vangst allereerst. Überhaupt een hele prachtige lijst. Ja. Tuurlijk, Leonie. Maar als ik kijk naar de kandidaten, dan denk ik dat bijna alle Kamerleden jaloers zijn op wat wij hebben kunnen aanbieden. Corrie van Brenk zit daar. Emiel Bode zit daar naast. Ook 2 nieuwe gezichten. En allemaal kanjers. Ja. Kanjers, je lijkt Erika Terpstra wel. Lijkt er geen seconde op. Ja. Maar deze twee kanjers hebben een achtergrond dat je zou denken, dat gaat geen 5 minuten eigenlijk goed. Een VVD'er naast een FNV'er. Hebben jullie al ruzie of valt het mee tot nu toe? Corrie? Nee, wij kunnen elkaar heel goed vinden in het partijprogramma van 50PLUS. Ik ben maar 1 dag VVD'er geweest. Hè? En dat was tijdens het kiezen? Tijdens het stemmen bedoel ik? Nee, ik werd lid van de VVD toen de partijbijeenkomst was als journalist. Dan mocht je alleen in als je lid werd. Ja, maar VVD-stemmer toch denk ik wel met regelmaat, of niet? Met regelmaat, ja. Niet altijd. Ja, nee. Oké. Wat is de belangrijkste reden om nu te kiezen voor 50PLUS voor u? Nou, eigenlijk de laatste maanden dat ik me ergerde, niet aan de media, hoor. Dan moet je altijd voorzichtig zijn, aan economen, maar de algemene sfeer, alsof 50PLUS'ers, binnenkort de helft van de bevolking, ja, bijna halve randenbieden zijn die het hartstikke goed hebben, die een enorm vermogen hebben opgebouwd. Ja. En ik verplaats me dan meer, 38 jaar journalist van de Telegraaf geweest, in de gewone 50-plusser die gezien heeft de afgelopen jaren. FUT-premie betaald, zijn FUT werd hem ontnomen. AOW werd geïndividualiseerd.
Zeven jaar mensen van 8,59 moeten nu 5 jaar doorwerken tot de 67. Ja. En de pensioenen over het algemeen zijn helemaal niet zo hoog. En dat is hard aangekomen. Ik denk dat die mensen niet helemaal begrijpen waarom ze daar slachtoffer van worden. Duidelijk. Ik kom straks ook nog even bij jou, Corrie. Eerst even met Henk Krol. We hebben een soort ideetje wat al lang en afgezaagd is en vaak gedaan is, maar we doen het toch. Dat is even aan het begin een paar ja-nee vragen. Zullen we dat meteen maar doen? Doe maar. Nee, dan moet je ja zeggen. Oh, dan moet je al meteen ja zeggen. Ja, dus dat even, is inleiding. Was een oefenvraag. Ja. 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 Goed. Feiten zijn prima, maar ze moeten niet mijn partijprogramma in de weg staan. Nee. Daarom zeggen wij ook dat het CBS bijvoorbeeld sjoemelt met levensverwachtingscijfers en inkomenscijfers op verzoek van de regering. Ja, dat zeggen wij. Ja. De AOW-leeftijd. Ik zeg dat het een soort politiek proces was. Oh, absoluut. Iedere keer wanneer het goed gaat met 50PLUS, dan vinden een aantal mensen vinden het interessant om dat soort zaken naar voren te brengen. Ja, maar het is nou eenmaal zo dat je je verleden met je mee sleurt. En zeker als dat enigszins bezoedeld is. Nee, het is niet bezoedeld. Het is bezoedeld door buitenstaanders, mensen die mij kennen. We hebben verdorie met die kleine gaykrant destijds, ja, hebben we ervoor gezorgd dat in Nederland, het eerste land ter wereld, het huwelijk werd opengesteld. Ja, 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 ja. Dat is geworden tot ons mooiste immateriële exportproduct. Maar daar ben ik apetrots op. Gefeliciteerd. Daar heeft de regering nauwelijks een cent aan bijgedragen. Gefeliciteerd. Alle projecten die wij moesten doen van de regering hebben we uitgevoerd. Gefeliciteerd. Ik heb vandaag zelfs kunnen zien dat tijdens de ministerraad onze producten werden uitgedeeld omdat men er zo trots op was. Maar er is geen cent verkeerd besteed. Nee, maar er zijn nog steeds medewerkers die een pensioen gehad hebben omdat jij je pensioenpremie niet betaald hebt. Allemaal zo'n flauwekul. Ga nou eens praten met die medewerkers. Hebben we gedaan. Die zeggen dat ook. We hebben een pensioen gehad van 4 tot 5 jaar. Oh, ik had hier gewoon niet moeten gaan zitten, want het is hier gewoon leuk om dit soort dingen na te dragen, terwijl het inmiddels gaat naar diezelfde mensen die toen geïnterviewd zijn. Is het niet waar? Het is niet waar. Ga er naartoe. Dus ze zijn aan het jokkenbrokken? Nee, ze zijn niet aan het jokkenbrokken. Ze hebben gewoon hun geld teruggekregen. Nou, dat is heel merkwaardig. Dan zijn ze dus wel aan het jokkenbrokken. Ze waren toen misschien niet aan het jokkenbrokken, maar we hebben het keurig opgelost. Maar nooit krijg ik de gelegenheid om dat eens een keer keurig uit te leggen. Ja, je kan er wel heel boos mee zitten. Je legt het toch uit? Je hebt het de vorige keer ook uit mogen leggen. Wat was de uitnodiging voor vandaag? De uitnodiging voor vandaag was, kom eens vertellen over het succes van 50PLUS. Ja. Daarom zit ik hier aan tafel. Ja, dus. En waar begin je over? Over dingen uit het verleden waarvan inmiddels bewezen is dat het niet waar is. Ja. Nee, de uitnodiging was overigens dat je hoog in de peilingen stond. Ja. Ik vraag aan jou, er zit een verschil tussen de betrouwbaarheid van de man. Ja. Die is namelijk vrij laag in betrekking tot de populariteit van de partij. Precies. Tweede vraag was, hoe zou dat komen? Dat zou komen omdat er hele vervelende verhalen over mij... Dat komt door jou. Nou, onder andere. En door hele grote voorpagina's die ik gelezen heb. Ja. Maar volgens mij heb ik er nu meer dan genoeg over gezegd. Ze zijn niet waar, die verhalen. En het leuke is, het dringt tot steeds meer mensen door dat ze niet waar zijn, die verhalen. En dat is ook de reden waarom ik vrolijk verder ga. Nu is het zo dat de PVV, de Socialistische Partij, 50PLUS, alle drie ongeveer hetzelfde denken als het gaat over bijvoorbeeld de AOW-leeftijd. Ja. Dat die naar beneden moet, naar 65. Zeker. Ook al kost dat geld. Net vroeg ik van, regeren met de PVV zeg je nee. Terwijl dat toch misschien al een aantrekkelijke optie is. Ja, zolang als de PVV zulke discriminerende opmerkingen maakt over medeburgers. Ik vind, als je gaat kijken naar ons vreemdelingenbeleid, dan moet dat streng maar rechtvaardig zijn. Ja. Maar echte vluchtelingen, daar moeten we altijd begrip voor opbrengen. En dat is iets wat in mijn ogen de PVV niet doet. Ik vind overigens wel dat je paal en perk moet stellen. En dat niet iedereen, zeker geen economische vluchtelingen, hier zomaar welkom zijn. Iedere keer wanneer het goed gaat met 50PLUS, dan vinden een aantal mensen het interessant om dat soort zaken naar voren te brengen. Ja, maar het is nou eenmaal zo dat je je verleden met je mee sleurt. En zeker als dat enigszins bezoedeld is. Het is bezoedeld door buitenstaanders, mensen die mij kennen. We hebben verdorie met die kleine gaykrant destijds, hebben we ervoor gezorgd dat in Nederland, het eerste land ter wereld, het huwelijk werd opengesteld. Ja, 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 ja. Dat is geworden tot ons mooiste immateriële exportproduct. Maar daar ben ik apetrots op. Gefeliciteerd. Daar heeft de regering nauwelijks een cent aan bijgedragen. Gefeliciteerd. Alle projecten die wij moesten doen van de regering hebben we uitgevoerd. Gefeliciteerd. Ik heb vandaag zelfs kunnen zien dat tijdens de ministerraad onze producten werden uitgedeeld omdat men er zo trots op was. Maar er is geen cent verkeerd besteed. Nee, maar er zijn nog steeds medewerkers die een pensioen gehad hebben omdat jij je pensioenpremie niet betaald hebt. Allemaal zo'n flauwekul. Ga nou eens praten met die medewerkers. Hebben we gedaan. Die zeggen dat ook. We hebben een pensioen gehad van 4 tot 5 jaar. Oh, ik had hier gewoon niet moeten gaan zitten, want het is hier gewoon leuk om dit soort dingen na te dragen, terwijl het inmiddels gaat naar diezelfde mensen die toen geïnterviewd zijn. Is het niet waar? Het is
Niet waar. Ga daar naartoe. Dus ze zijn aan het jokkenbrokken? Nee, ze zijn niet aan het jokkenbrokken. Ze hebben gewoon hun geld teruggekregen. Nou, dat is heel merkwaardig. Dan zijn ze dus wel aan het jokkenbrokken. Ze waren toen misschien niet aan het jokkenbrokken, maar we hebben het keurig opgelost. Maar nooit krijg ik de gelegenheid om dat eens een keer keurig uit te leggen. Ja, je kan er wel heel boos mee zitten. Je legt het toch uit? Je hebt het de vorige keer ook uit mogen leggen. Wat was de uitnodiging voor vandaag? De uitnodiging voor vandaag was, kom eens vertellen over het succes van 50PLUS. Ja. Daarom zit ik hier aan tafel. Ja, dus. En waar begin je over? Over dingen uit het verleden waarvan inmiddels bewezen is dat het niet waar is. Ja. Nee, de uitnodiging was overigens dat je hoog in de peilingen stond. Ja. Als je iets naast zegt, ben ik ook een behoorlijke duwer. Nee, ik begrijp het grapje, maar dat is absoluut niet zo. Ik weet ook wel dat de meeste ouderen het beter hebben dan veel jongeren. Maar mijn partij heet nou eenmaal 50PLUS. Ja, maar daar wil ik graag uitleg bij geven. Goed, zullen we dat meteen doen? De laatste. Ja, die partij heet 50PLUS omdat die partij primair opkomt voor die doelgroep 50PLUS. En dat is ook nodig, want in bijna alle partijen is de oudere kiezer vergeten. Ik ben in de Tweede Kamer, terwijl ik helemaal niet zo oud ben ik toch het alleroudste Kamerlid. En mensen herkennen zich dus niet meer. En er is echt wat gebeurd. Als je gaat kijken naar de inkomensontwikkeling van ouderen, met name gepensioneerden, en je vergelijkt die met werkenden, dan is die in een paar jaar tijd 30% gaan achterlopen. Dat is niet niks. Er zijn heel weinig beroepsgroepen waar je zulke achterstanden ziet. En terecht dat die groep bozer en bozer wordt. Even, want ik moet misschien even een paar dingen verduidelijken. Anders is het niet helemaal handig voor de kijkers die misschien niet... Maar jij het maar duidelijk. Dat is, als ik aan je vraag, ik ben een lijsttrekker, maar als een journalist iets naar zegt, ook een behoorlijke duwer. Mark Belifante, één vandaag zou door Henk Krol geduwd zijn. Nee. Weet je, we hebben het gisteren uitgesproken en het is door de camera's van Poont uitgezonden. Ik ben nou eenmaal een beetje, als ik met iemand praat, dan doe ik wel eens dit. Maar dat is niet... gekomen. Ik denk dat die mensen niet helemaal begrijpen waarom ze daar slachtoffer van worden. Duidelijk. Ik kom straks ook nog even bij jou, Corrie. Eerst even met Henk Krol. We hebben een soort ideetje wat al lang en afgezaagd is en vaak gedaan is, maar we doen het toch. Dat is even aan het begin een paar ja-nee vragen. Zullen we dat meteen maar doen? Doe maar. Nee, dan moet je ja zeggen. Oh, dan moet je al meteen ja zeggen. Ja, dus dat even, is een inleiding. Dat was een oefenvraag. Ja. 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 Goed. Feiten zijn prima, maar ze moeten niet mijn partijprogramma in de weg staan. Nee. Daarom zeggen wij ook dat het CBS bijvoorbeeld sjoemelt met levensverwachtingscijfers en inkomenscijfers op verzoek van de regering. Ja, dat zeggen wij. Ja. De AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd kan zonder extra kosten makkelijk terug naar 65. Nee, kost altijd wat. Ja, nee. Nee. Ik zou met de PVV heel goed een regering kunnen vormen. Nee. Nee. Mijn partij scoort goed, ondanks mijzelf. Ja. Ik heb er best profijt van dat kiezers een slecht geheugen hebben. Nee. Ik ben weliswaar de lijsttrekker, maar als een journalist iets naast zegt, ben ik ook een behoorlijke duwer. Nee, ik begrijp het grapje, maar dat is absoluut niet zo. Ik weet ook wel dat de meeste ouderen het beter hebben dan veel jongeren, maar mijn partij heet nou eenmaal 50PLUS. Ja, maar daar wil ik graag uitleg bij geven. Goed, zullen we dat meteen doen? De laatste. De laatste. Ja, die partij heet 50PLUS omdat die partij primair opkomt voor die doelgroep 50PLUS. En dat is ook nodig, want in bijna alle partijen is de oudere kiezer vergeten. Ik ben in de Tweede Kamer, terwijl ik helemaal niet zo oud ben ik toch het alleroudste Kamerlid. En mensen herkennen zich dus niet meer. En er is echt wat gebeurd. Als je gaat kijken naar de inkomensontwikkeling van ouderen, met name gepensioneerden, en je vergelijkt die met werkenden, dan is die in een paar jaar tijd 30% gaan achterlopen. Dat is niet niks. Er zijn heel weinig beroepsgroepen waar je zulke achterstanden ziet. En terecht dat die groep bozer en bozer wordt. Even, want ik moet misschien even een paar dingen verduidelijken. Anders is het niet helemaal handig voor de kijkers die misschien niet... Maar jij het maar duidelijk. Dat is, als ik aan je vraag, ik ben een lijsttrekker, maar als een journalist iets naar zegt, ook een behoorlijke duwer. Mark Belifante, één vandaag zou door Henk Krol geduwd zijn. Nee. Weet je, we hebben het gisteren uitgesproken en het is door de camera's van Poont uitgezonden. Ik ben nou eenmaal een beetje, als ik met iemand praat, dan doe ik wel eens dit. Maar dat is niet duwen. Als ik met jou praat, dan wil ik best even... Au! Of ja, dat bedoel ik. Nou, je lijkt nu sprekend op Belifante. Oh ja? Ja, dat is een beetje wat er gebeurde. Goed. Helemaal goed. Je hebt het duidelijk gemaakt. Oké, dan is dat wat het is. Dan hebben we het nog even over de betrouwbaarheidscijfers van de man, Henk Krol, zijn een stuk lager dan van de partij. Ja, die zijn gelukkig wel weer aan het stijgen. Dat heeft natuurlijk te maken, heb ik ook aan jou te danken. Ik ben hier wel eens in het programma geweest. Ja. Dat je echt op allerlei manieren probeerde me af te slachten en met dingen kwam die ik zelf nog niet eens wist. Ja, maar dat is lastig. Daar krijg je een naar beeld van. En het lijkt mij ook lastig als ik allerlei feiten presenteer die je dan zelf niet kent. Het waren het niet. Want het is niet zo. Mensen worden wel ouder.
Ja. Maar de leeftijd waarop ze gebreken krijgen, die blijft een beetje De gezonde leeftijd is ook een stuk hoger. Ja. Ja, Willem Drees had nu toch, hè, dat is toch een beetje het voorbeeld op dit gebied. Die zei al toen hij de AOW bedacht, zei hij al van, natuurlijk moet hij omhoog met de levensverwachting. Mm-hmm. Als Willem Drees nu zou leven en hij zou de AOW uitvinden, ja, zou hij dan ook zeggen, 65 vind ik echt nog steeds een ideale leeftijd om het te doen? Als dan weet ik niet. Ik kan alleen maar ik denk dat we het wel weten. De belofte die wij doen, dat zou hij niet terug hebben, willen toch? Naar 65. Jullie praten altijd zo gemakkelijk geld gemiddeld. Voor 5 jaar. Wie zijn jullie? De economen gewoon, ja. Ik ben graag de economen, dat duidelijk wel. De niet-stemmende economen, toch? Ja. Oh jee, de eerste lid is binnen. Afhankelijk van het soort beroep. Ik heb geen mening. Geen mening, niet stemmen. Even, Leonie. Nou ja, er wordt zo makkelijk in gemiddelde gepraat, hè? Ook als het gaat over rijke ouderen. Ja. Natuurlijk heb je rijke ouderen, maar je hebt ook heel veel ouderen met alleen AOW, een heel klein pensioentje. Hè? En vooral die middenklasse die net over die grens zitten, die dan ook nog zorg nodig hebben, die hebben het gewoon heel zwaar. Maar ook als je het hebt over 65 jaar, niet iedereen is in elk geval even fit. Nee. Hè? En, maar geldt ook voor... Wie er nou verantwoordelijk voor is dat die zijn opgemaakt. Want ze zijn die subsidies zijn tot de laatste cent, heb ik je toen gezegd, en dat blijf ik je zeggen, zijn tot de laatste cent goed besteed. Henk, je hoeft mij niet te overtuigen. Het gaat erom dat je andere mensen moet overtuigen die jou daarvan verdenken. Precies, en dat heb ik gedaan bij de vorige procedure. Maar kennelijk en de rechtbank, goed genoeg. Drievoudige rechtbank, heeft gezegd, er is niets aan de hand. Er is bovendien een onderzoek geweest door de FIOD en door de Rijksrecherche. En die hebben gezegd, we hebben het helemaal onderzocht, niets aan de hand. Ja. Maar jullie vinden dit leuk. Wie zijn jullie? De type zoals jij, daarom zit ik hier. Hallo, ik kwam hier, ik heb de uitnodiging gekregen om te praten over het succes van 50PLUS. Ja. Daar kan ik je van alles over vertellen, dat is hartstikke leuk. Maar je vindt het veel leuker. Niet met dat vingertje wijzen. Dat doe ik wel, dat doe jij ook. Jij wijst meer met je vingertje dan ik. Nee, dat is Andries Knevel, dat ben ik niet. Nee, echt waar. Nou, je lijkt ineens op Andries Knevel. Oh. Nou, maar daar gaat het slecht mee, dus dat ga ik niet tegen je zeggen. Gelukkig maar. Nee, maar luister, het is gewoon onzin. Maar het is leuk om dat iemand na te dragen, omdat het gewoon veel te goed met die partij gaat. En daar zit ik hier voor. Want ik zit hier om die belangen van die 50-plussers te verdedigen. Zeg je nu, is dit nu een soort positie die want ik hoorde jou net ook zeggen dat het een soort politiek proces was. Oh, absoluut. Iedere keer wanneer het goed gaat met 50-plus, dan vinden een aantal mensen het interessant om dat soort zaken naar voren te brengen. Ja, maar het is nou eenmaal zo dat je je verleden met je meesleurt. En zeker als dat enigszins bezoedeld is. Het is bezoedeld door buitenstaanders, mensen die mij kennen. We hebben verdorie met die kleine gaykrant destijds... hebben we ervoor gezorgd dat in Nederland, het eerste land ter wereld, het huwelijk werd opengesteld. Dat is geworden tot ons mooiste immateriële exportproduct. Maar ben ik apentrots op. Gefeliciteerd. Gelukkig. Nee, maar luister, het is gewoon onzin, maar het is leuk omdat iemand na te dragen, omdat het gewoon veel te goed met die partij gaat. En daar zit ik hier voor. Want ik zit hier om die belangen van die 50-plussers te verdedigen. Zeg je nu, is dit nu een soort positie die want ik hoorde jou net ook zeggen dat het een soort politiek proces was. Oh, absoluut. Iedere keer wanneer het goed gaat met 50-plus, dan vinden een aantal mensen het interessant om dat soort zaken naar voren te brengen. Ja, maar het is nou eenmaal zo dat je je verleden met je meesleurt. En zeker als dat enigszins bezoedeld is. Het is bezoedeld door buitenstaanders, mensen die mij kennen. We hebben verdorie met die kleine gaykrant destijds... hebben we ervoor gezorgd dat in Nederland, het eerste land ter wereld, het huwelijk werd opengesteld. Dat is geworden tot ons mooiste immateriële exportproduct. Maar ben ik apentrots op. Gefeliciteerd. Daar heeft de regering nauwelijks een cent aan bijgedragen. Gefeliciteerd. Alle projecten die wij moesten doen van de regering hebben we uitgevoerd. Gefeliciteerd. Ik heb vandaag zelfs kunnen zien dat tijdens de ministerraad onze producten werden uitgedeeld omdat men er zo trots op was. Maar er is geen cent verkeerd besteed. Nee, maar er zijn nog steeds medewerkers die een pensioen gehad hebben omdat jij je pensioenpremie niet betaald hebt. Allemaal zo'n flauwekul. Ga nou eens praten met die medewerkers. Hebben we gedaan. Die zeggen dat ook. We hebben een pensioen gehad van 4 tot 5 jaar. Oh, ik had hier gewoon niet moeten gaan zitten, want het is hier gewoon leuk om dit soort dingen na te dragen, terwijl het inmiddels gaat naar diezelfde mensen die toen geïnterviewd zijn. Is het niet waar? Het is niet waar. Ga er naartoe. Dus ze zijn aan het jokkenbrokken? Nee, ze zijn niet aan het jokkenbrokken. Ze hebben gewoon hun geld teruggekregen. Nou, dat is heel merkwaardig. Dan zijn ze dus wel aan het jokkenbrokken. Ze waren toen misschien niet aan het jokkenbrokken, maar we hebben het keurig opgelost. Maar nooit krijg ik de gelegenheid om dat eens een keer keurig uit te leggen. Ja, je kan er wel heel boos mee zitten. Je legt het toch uit? Je hebt het de vorige keer ook uit. Wat was de uitnodiging voor vandaag? De uitnodiging voor vandaag was, kom eens vertellen over het succes van 50+. Ja. Daarom zit ik hier aan tafel. Ja, dus. En waar begin je over?
over dingen uit het verleden waarvan inmiddels bewezen is dat het niet waar is. Ja. Nee, de uitnodiging was overigens dat je hoog in de peilingen stond. Ja. Ik vraag aan jou, van, er zit een verschil tussen de betrouwbaarheid van de man... Ja. Die is namelijk vrij laag in betrekking tot de populariteit van de partij. Precies. Tweede vraag was, hoe zou dat komen? Dat zou komen omdat er hele vervelende verhalen over mij... En toen zei je, komt door jou. Nou, onder andere. En door hele grote voorpagina's die ik gelezen heb. Ja. Maar volgens mij heb ik er nu meer dan genoeg over gezegd. Ze zijn niet waar, die verhalen. En het leuke is, het dringt tot steeds meer mensen door... dat ze niet waar zijn, die verhalen. En dat is ook de reden waarom ik vrolijk verder ga. Nu is het zo dat de PVV, de Socialistische Partij, 50PLUS... alle drie ongeveer hetzelfde denken als het gaat over bijvoorbeeld de AOW-leeftijd. Hè? Ja. Dat die naar beneden moet, naar 65. Zeker. Ook al kost dat geld. Net vroeg ik van, regeren met de PVV zeg je nee. Terwijl dat toch misschien al een aantrekkelijke optie is. Ja, zolang als de PVV zulke discriminerende opmerkingen maakt over medeburgers. Ik vind, als je gaat kijken naar ons vreemdelingenbeleid... dan moet dat streng, maar sprekend op elefanten. Oh ja? Ja, dat is een beetje wat er gebeurde. Goed. Helemaal goed. Je hebt het duidelijk gemaakt. Oké, dan is dat wat het is. Goed. Dan hebben we het nog even over de betrouwbaarheidscijfers van de man, Henk Krol... zijn een stuk lager dan van de partij. Ja, die zijn gelukkig wel weer aan het stijgen. Dat heeft natuurlijk te maken, heb ik ook aan jou te danken. Ik ben hier wel eens in het programma geweest... Ja. Dat je echt op allerlei manieren probeerde me af te slachten... en met dingen kwam die ik zelf nog niet eens wist. Ja, maar dat is lastig. Daar krijg je een naar beeld van. En het lijkt mij ook lastig als ik allerlei feiten presenteer die je dan zelf waren niet kent. Het niet. Het waren dingen die jou waren aangereikt. Kijk, dat met die armen over elkaar al in zo'n soort... Het was niet waar. En dat is ook, schreef dat nou eens een keer eerlijk toe... dat er in het verleden dingen over mij gezegd zijn... met name in dit programma die absoluut niet waar waren. Eén voorbeeld. Eén voorbeeld? Ja. Een voorbeeld dat ik zou hebben gesjoemeld, dat ik met subsidiegelden... en het is inmiddels bewezen, de rechtbank... Het ligt nog bij de rechter. Luister, er is uitspraak geweest. Drievoudige rechters hebben erover geoordeeld. Toen ik naar die rechtbank toe moest, was ik hier welkom om er van alles over te vertellen. Want dat is leuk, kon je me inpeperen. En toen de uitspraak kwam, mocht ik hier komen vertellen... Wat moet er in februari van uitspraak gedaan worden? Wanneer? Moet er in februari geen uitspraak gedaan worden bij de rechter? Nee, in februari... Ja. In februari wordt er een procedure opnieuw uit. Ik kan je nu al voorspellen wat de uitslag in februari is. Ja? Er is namelijk geen enkel nieuw bewijs. En men blijft maar doorgaan. Wat denk je wat er dan aan de hand het is? Het gaat over een politiek proces. Over subsidies van iets van 2 ton... waarvan niemand precies weet wie er nou verantwoordelijk voor is... dat die zijn opgemaakt. Want ze zijn die subsidies zijn tot de laatste cent, heb ik je toen gezegd... en dat blijf ik je zeggen, zijn tot de laatste cent goed besteed. Henk, je hoeft mij niet te overtuigen. Het gaat erom dat je andere mensen moet overtuigen... die jou daarvan verdenken. Precies, en dat heb ik gedaan bij de vorige procedure. Maar kennelijk en de rechtbank, goed genoeg. Drievoudige rechtbank, heeft gezegd... er is niets aan de hand. Er is bovendien een onderzoek geweest door de FIOD... en door de Rijksrecherche. En die hebben gezegd, we hebben het helemaal onderzocht. Niets aan de hand. Ja. Maar jullie vinden dit leuk. Wie zijn jullie? De type zoals jij, daarom zit ik hier. Hallo, type ik kwam hier, ik heb de uitnodiging gekregen... om te praten over het succes van 50PLUS. Ja. Daar kan ik je van alles over vertellen, dat is hartstikke leuk. Maar je vindt het veel leuker... Niet met dat vingertje wijzen. Dat doe ik wel, dat doe jij ook. Jij wijst meer met je vingertje dan ik. Nee, dat is Andries Knevel, dat ben ik niet. Nee, echt waar. Nou, je lijkt ineens op Andries Knevel. Oh. Nou, maar daar gaat het slecht mee, dus dat ga ik niet tegen je zeggen. Gelukkig maar. Nee, maar luister, het is gewoon onzin. Maar het is leuk om dat iemand na te dragen... omdat het gewoon veel te goed met die partij gaat. En daar zit ik hier want ik zit hier om die belangen van die 50-plussen te verdedigen. Zeg je nu, is dit nu een soort positie die... Want ik hoorde jou net ook zeggen dat het een soort politiek proces was. Oh, absoluut. Iedere keer wanneer het goed gaat met 50-plus... dan vinden een aantal mensen vinden het interessant... om dat soort zaken naar voren te brengen. Ja, maar het is nou eenmaal zo dat je je verleden met je mee sleurt. En zeker, als dat enigszins bezoedeld is. Het is bezoedeld door buitenstaanders, mensen die mij kennen. We hebben verdorie met die kleine gaykrant destijds... hebben we ervoor gezorgd...